Ik wil je even bedanken. De medeburgers van Kortrijk. Recap met 3 jaar geleden. Bij N-VA is Kelly de Tavernier als schepen van Financiën op nieuwe post. Axel Ronsen is nieuw en krijgt gehoord. Serieus, een intro. Vertel het ons. Dat Kortrijk de fakkel overneemt. Was hij een plantje? En onze ambitie is echt op nummer 1 staan op vlak van cultuur. En dat bewijst hij al onmiddellijk. Door maar liefst 15 miljoen euro extra te voorzien voor cultuurkorten. Het is een mega artikel. Dat vind ik nu persoonlijk ook. Daardoor kan het masterplan van Kortrijk volledig uitgevoerd worden dit jaar. Ah, is een legislatuur. We zijn kandidaat culturele hoofdstad van Europa. Denk maar aan de Groeningen-abdij. Ze wordt een nieuwe kunst- en tentoonstelling zitten. Niet gemakkelijk van de West-Vlaam. En opent in september 24. En in september 25 opent de gerenoveerde schouwburg Harder. En daarbij komt er een nieuw cultuurcafé. En dat is heel, heel, heel belangrijk. Dat is de reden waarom ik schepen van cultuur ben geworden. En wij krijgen dit jaar alvast een cadeau, want... Onze Lieve Vrouwenkerk Stadsmuseum katapulteert ons terug in de geschiedenis van 1302. Via multimedia technieken. En to top it all off, is er nog een musical voorzien ook op de Nijpoort. En van kerkplannen gesproken. Rollen we uit naar Kelly zet haar tanden in het kerkplan. En zo kreeg de kerk van Aalbeke en binnenkort ook van Bissenham een nieuwe functie. Als deeltijds kunstonderwijs en bibliotheek. En als schepen van financiën streeft ze natuurlijk naar een financieel gezonde stad. En dat blijkt ook zo te zijn. Ze werkt aan een modern personeelsbeleid. Baanbrekende werkgever. Een organisatie van de toekomst. Voor leerlingen zo snel mogelijk geholpen. Ze pleit voor kwalitatief onderwijs en deeltijds kunstonderwijs. En daar levert mooie resultaten op. Ze steunt projecten als Youth for Music. En met Kortrijk als studentenstad met ruim 15.000 studenten is belangrijk, en zeker in deze periode, dat hier aandacht aan besteed wordt. En budget. Startende studenten, ondernemers, krijgen een duwtje in de rug. En soms gaan ze een keer op zoek naar de slimste campus van Kortrijk. En last but not least... de levensvolle evenementen.